Dag, dames en heren, in deze thema-presentatie. Wederom de winterzon. Niet alleen goed voor de opbrengst van zonnepanelen. Op een zonnige winterdag wordt er meer energie opgewekt dan op een bewolkte zomerdag. Het is natuurlijk ook goed voor ons allemaal. Want vooral tijdens zo'n zonnige winterdag met een dikke jas aan is het buiten heerlijk. De zon valt op je huid en daardoor kunnen we vitamine D aanmaken. En vitamine D hebben we nodig. Niet alleen voor de aanmaak van sterke botten en tanden, maar ook voor de weerstand. En die is zo belangrijk in deze fase van het jaar. Dan worden we wat minder gevoelig voor de griep. Maar de zon heeft natuurlijk ook negatieve kanten. De UV-index, de zonkracht. Hoe zit het daarmee? Nou, die zon die schijnt wel, maar heeft nog niet zo heel veel kracht. De UV-index vandaag die zat nog onder de 1 in de middag. Uh, tijdens een zonnige winterdag kan het. 1 tot 2 worden. Maar pas bij zonkracht 3 eh, moet je rekening houden dat je met een onbeschermde huid maar een half uurtje in de zon kan zitten zonder te verbranden. Die zonkracht die is natuurlijk afhankelijk van de seizoenen. Hoe hoog de zon staat. In de zomer dan staat de zon veel hoger. En kun je ook een veel hogere zonkracht halen. En ook van de dikte van de ozonlaag. En die heeft ook natuurlijk wisselingen. Als we kijken naar de zonkracht door het jaar heen dan zien we de hoogste zonkracht natuurlijk in de zomer 7 en soms zelfs 8. En in de maand februari zit hij tussen de 1 en loopt hij op naar zo'n 2 vanaf maart als je dan in de zon komt, dan moet je echt wel smeren, want dan komen we boven de 3 terecht. En hoe zit dat nou met de wintersport? Als je aan het skiën bent, dan word je heel snel bruin en kun je ook heel erg snel verbranden. Als we dan kijken naar die UV-index en dit is een kaartje van Heel Europa, dan zien we blauwe kleuren op heel veel plaatsen, ook bijvoorbeeld in de Alpen en in de Pyreneeën, waarbij de UV-index eigenlijk net zo hoog is als in Nederland, 1 tot 2. En toch kunnen we daar sneller verbranden door de zon. Niet alleen omdat de lucht daar prachtig schoon is en in schone lucht kan de UV-index dus hoger oplopen, maar er is op grote hoogte duidelijk ook meer straling, zo'n 30% meer op 2%. 2000 meter hoogte. En het grootste effect van de hoogte, dat is de sneeuw. Want 85% van de straling van de zon die wordt gereflecteerd door de sneeuw en komt dus ook op je huid terecht waardoor je dus heel snel kunt verbranden. Het advies is natuurlijk lekker blijven genieten van de sneeuw en in de zon, zeker als het in de dalen bewolkt is en je bovenop in de bergen van de zon kunt genieten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.